Arnold Muren en Paul Merrenen. En Feyenoord zonder Jan Peters, die vanwege een vrijdag opgelopen blessure zal worden vervangen door René Notte. Er zijn inmiddels zo'n 40.000 toeschouwers in het Feyenoordstadion die met z'n allen voor een traditioneel Rotterdamse luidruchtige sfeer zorgen. Scheidsrechter is Henk van Ettenkoven en het commentaar weer van Jos Kuijer. Aftrap van Ipswich Town en het blauw-wit spelen van rechts naar links. Sfeer is er genoeg in de Rotterdamse Kuip, 40.000 toeschouwers. En laten we vurig hopen dat dit een betere wedstrijd wordt dan de vorige. Paasje binnen door naar John Walk. Meteen Ipswich Town in de aanval. Mariner is er goed langs en neergelegd door Van de Kooiput. En de nummer 8, daar moet hij op letten vanavond, is Arnold Muren, de spelbepaler bij Ipswich Town. Vrijtrap Butcher. Terry Butcher, maker van het tweede doelpunt van Ipswich, jongsleden vrijdag. Richting Eric Gates. Bij zich Stafleu. Gates is er langs. Een tweede maal is hij neergelegd. Staat nu op en is boos. Van Ettenkoven heeft gefloten en Muren achter de bal. Tikje op Gates. Aangevallen. En afgehouden. De man die het deed was Stafleu. De vrije trappers voor Ipswich. De vierde al. Achter de bal 11 Woods, 4 Thijssen en 8 Arnold Muren. Thijssen stapt eroverheen. Muren twijfelt. Doen we dat nog eens. Arnold Muren legt hem dan breed op Asmen en die kan goed schieten. Doet hij nu. Gekeerd door Van Engelen. En is het Frans Thijssen die doelpunt voor Ipswich Town in de beginfase. Het is de derde minuut van de wedstrijd. Ipswich Town blijft evenals vrijdagavond al heel vroeg doelpuntenmaker, deze Frans Thijssen. Inworp Butcher op Woods. Weer Wijnstekers die ertussen zit. Die zelfs vastgehouden wordt, maar in balbezit blijft. Van der Lem. Ontwijkt de tackle en gaat alleen door. En wordt dan gestuurd door Frans Thijssen. De zesde minuut, vrije trap is genomen. Aan de bal Albertsen. Gaat hoog op voor Peterson. En gekopt door Asman. Corner voor Feyenoord. Korte corner van de Kooiput. Bedoeld voor het hoofd van Petersen, die inderdaad kopt. Op de lijn was daar Paul Cooper, maar het applaus is voor deze blonde man, de IJslander Petur Peterson. De nieuwe Deen bij Feyenoord, Ivan Nielsen nu aan de bal. Van Til. Van de Kooiput. Veel schijnbewegingen. Lukt bijna. Ja, nu helemaal. Michel van de Kooiput. Lage voorzet. Overgestapt van de Lem met een doelpunt. Uitstekende aanval van Feyenoord. Ingeleid vanaf rechts via Michel van de Kooiput. Overstapje was van Gerard van der Lem. En de doeltreffende trap van deze blonde man, Peter Petersen. Het staat 1-0. 1-1 bedoel ik. Albertsen, Willem meegeven van der Lem, sliding van Muren. Notte is sterk met links, nu ook. Cooper, ter nauwe nood redde Cooper, een schot was van René Notte, Feyenoord bijna op 2-1. Albertsen en van der Lem. Rechts sprint Wijnstekers, ontvangt nu de bal bijna, want Woed zat ertussen en speelt er eens kant terug. En daar is Van Dijnsen. Van Dijnsen scoort niet. Het was deze Benny Wijnstekers die scoorde en 2-1 maakt voor Feyenoord. Van Dijnsen liep bijna aan de weg, maar Wijnstekers kreeg nog net zo goed tegen de bal en maakt 2-1.
De supporters van Feyenoord willen wel degelijk weten dat men voor de Rotterdamse club is. Het staat 2-1. Mills aan de bal. Walk. Nielsen. En bijna voor de voeten van Frans Thijssen. Van de Korp het kop dan. En Woods naar de bal toe. Terug op Muren. Gevaar dreigt voor Feyenoord. Mills. En dit slappe schot van Engelen. Weer hoog op Petersen. Ditmaal lukt het niet. Krijgt daar wat voeten inderdaad in zijn gezicht. En is erg boos daar op deze man. Allen Hunter, de gele kaart is voor de Engelsman. En ook voor Petersen lijkt het wel. Van Ettenkilver deelt de gele kaart uit aan beide. Maar de man die het eerste wat voeten in zijn gezicht kreeg was deze Peter Petersen. Nu tot Petersen, hij sprint. Van der Lem. Weer langs Asmen. Gerrit van der Lem nog steeds en houdt er een corner aan over. Korte corner, van der Lem opnieuw. Hoog op. Petersen. Hij zit er weer bij, deze IJslander. Maar ditmaal scoorde hij niet. Door! Clive Woods. Door! Weer Gates. En tekort voor Boetje. Lijnsteker zat ertussen. Keurig tikje op Gerard van der Lem. Je moet even kijken aan wie die afspeelt. Van Dijnsen deed zich aan en paast nu op Petersen. Misschien niet zo snel gepaast, want daar is Paul Koeper roestig. Muren. Frans Thijssen. Gates. Mislukte paas. Weer is Feyenoord weg. Via van der Lem. Probeert een verre paas op Petersen, maar die man is zeer geïsoleerd. Dan krijgt hij de bal wel. Hier is assistentie van Nielsen. Petersen moet dan zelf naar binnen. Daar wacht Nielsen op. Hier aangespeeld Peter Petersen. Haalt goed naar binnen. Nog steeds aan de bal. Opnieuw Petersen tegen de handen van Cooper op. Maar dit schot had beter lot verdiend. Want het was een knappe actie. Alweer van deze man. De IJslander Peter Petersen. En de vrije trap is genomen. Clive Woods heeft gepaast en verkeerd. Mag het nog eens doen. Mills. Dreigt te gaan schieten, maar wacht er even mee. Asmen. Te ver voor zich uit. Balletje daar naar binnen. En het is een doelpunt. Totaal onverwachts. Het was trouwens niet Asmen, maar John Walk die heel bekeken dat balletje binnenbrengt. Feyenoord leek even te slapen en zo is de stand dan weer 2-2. Terry Boetje. Verslag van rust nu aan de bal Asmen. Thijssen. Weer die Gates. Knappe schijnbeweging. Mariner is voorin, krijgt die bal nu. Kan niet tot koppen, want daar was ook van de Korput. Dan is het rust, zegt Van Ettenkoven. Toch nog onverwachts 2-2. Feyenoord speelde in het begin goed. Leidde toen met 2-1. En moet nu in de versnelling voor de tweede helft. Feyenoord trapt af voor de tweede helft. Geen wijziging in de opstellingen. Aan de bal Stafleu. Opnotten. Dit was de grote man van de eerste helft, Petersen. Hij paaste ditmaal verkeerd. Thijssen kan er makkelijk aankomen aan die bal. Mariner, goed ingegrepen van de Korper. Kan bijna niet afspelen, zei het dan in deze sprintende Peter Petersen. Maar waar moet hij heen?
Dit is een voorzet aan niemand en dat is erg jammer, want de actie was wederom goed van Petersen. En dan is daar toch nog een doelpunt voor Feyenoord. Goed doorgezet door Gerard van der Lem. In beeld Wim van Til, Petersen op weg naar Van der Lem. Die blonde IJslander gaf zo'n goede voorzet, er leek niemand van Feyenoord in te gaan. Maar toch, na goed doorzetten van der Lem, is het dan 3-2. Butcher. Knap gedaan van Butcher. Gaat alleen op Van Engel af en wat gaat hij doen? Hij gaat nog niet scoren. Terry Butcher nog steeds weggewerkt van de doellijn. Wat een kans voor Terry Butcher. U kunt dat in de herhaling zien. Als hij 2-3 man langs gaat en net niet kan scoren. Dit is hem, Terry Butcher. De 16e minuut tweede helft. Uittrap van Engelen. Doorgekocht Kleinvoets. Weggestuurd is Eric Gates. Samen met Nielsen, die hij nou ontmoet, blijft in balbezit. Tweede sliding van Nielsen. Muren komt op. Blijft in balbezit. Thijssen. Zo kennen we de dribbelende Frans Thijssen ook nog van zijn Twente-tijd. Langs Van Dijnsen. Walk. Tik door naar Gates. Mick Mills. Gates erg kort van die Engelsen. Maar het lukt wel. Woods op Mick Mills. Is vrij op links. Gaat goed naar binnen. Walk kwam er net niet bij. Mariner. En scoort. 3-3 is het nu. Paul Mariner was de vrije man. Na een zeer korte maar wervelende aanval van Ipswich Town. De doelpuntenmaker hier nogmaals. Paul Mariner. Onderschept René Notte. En nu misschien wat ruimte voor Feyenoord. René Notte. Gaat daar door het centrum en kan door gaan lopen. Willems Cooper ook. René Notte, wat gaat hij nou doen? Hij wacht te lang. En is het ook nog een doelpunt voor Feyenoord? Na een eigen doel. Eigen doelpunt van Ipswich Town. René Notte is blij. Maar wat heeft hij er geluk bij deze actie. 4-3 voor Feyenoord. Terry Butcher, de man van Ipswich Town, werkt hem over zijn eigen doellijn. Of is het misschien deze teleurgestelde Russell Osman? Wel voor Feyenoord doet het er in ieder geval niet toe. Het leidt met 4-3. En aan wie zal deze eerste prijs gaan onder andere? Zal Feyenoord het redden om voor de tweede maal in successie het eigen toernooi te winnen? Vorig jaar lukte dat tegen Everton wel. Het is bijna gelukt tegen dit Ipswich. Vrijtrap Brazil. Laag. Gates. Is er bijna langs Stafleu. Lage. Oh, het is 4-4. Wat een pech voor Feyenoord. Dat mag toch niet gebeuren. Dit gat in de defensie na die vrije trap van deze man, Alan Brazil. Is Ipswich weer zo blij als een kind. Het staat 4-4. Let ik over. Kijkt op zijn horloge. Mills. Bal naar Thijssen. Van Dijnsen is erbij. Weggehaald Nielsen. Nogmaals raadpleeg van Eddekoven het uurwerk en dan blaast hij nu omdat er 90 minuten vol zijn. En om aan te wijzen wie de winnaar wordt van dit Rotterdam toernooi gaan we verlengen. Dit is het begin van de tweede verlenging dames en heren. De eerste verlenging is niet gescoord. Feyenoord dreef de bal vaak op naar het doel van Ipswich Town. De Engelse ploeg speelde wat behoudender. De stand is nog steeds 0-0 in die verlenging dan. De gewone stand is 4-4. Ipswich Town heeft tweemaal gewisseld. Woods is eruit gegaan, Brazil is erin gekomen en Parking kwam erin voor Hunter. En Feyenoord wel wisselde Gerard van der Lem voor Richard Budding, die speelt al een tijdje mee. En aan de bal is nu Mick Mills met een goede schijnbeweging. Butcher. John Walk. Steeds Butcher. Mills. Keurig onderschept Wijnstekers. Budding. In de breedte naar Notte.
Waarom schiet hij niet? René Notte schiet inderdaad. Nog net krijgt Paul Cooper daar wat vingers tegenaan. Peterson, het lopje, weggekopt door Osman. En verder weggeweken door Parkin. Bal nog niet weg. En daar mist Peterson de kans. En het gevaar voor Ipswich is weer geweken. Het breekt meteen uit via links. Weer onderschept door Wijnstekers. En zo is Feyenoord lekker bezig. De kop Thijssen. Misschien nu wat rust voor de Engelsen. Mariner ten val gebracht. Albertsen is ontzettend boos. Frans Thijssen. Mariner, net niet aangespeeld. Van de Corbett zat ertussen. Muren op Parkin. Onderschept Notte. Budding. Van Til schuift op rechts. Gaat die bal niet heen. Budding dreigt naar links. Wat goed. Jan van Dijs is weg. Daar is de voorzet. Weggekopt door Osman. En Budding kwam niet tot schieten. Feyenoord nog niet weg. Albertsen. Probeert het laag. Budding. Willem schuiven naar Peter Peterson. Wat gaat hij doen? Hij wordt een bal gebracht. Een penalty voor Feyenoord. De man die daar ligt, Peter Peterson. De rechterbeslissing van Henk van Ettenkoven, de scheidsrechter. En dit is de kans natuurlijk voor Feyenoord om dit toernooi te winnen. Het lijkt Albertsen, hoewel Van de Korp het nu ook mee naar voren komt. Peterson er naartoe. Peter Peterson, hij gaat scoren. 5-4 voor Feyenoord. Uitzinnige taferelen hier in de Kuip. Als Peter Peterson, de beste jeugdspeler uitgeroepen hier op dit toernooi. De beste jeugdspeler onder de 23 jaar. Zijn penalty benut. Ipswich is natuurlijk al eens vaker teruggekomen in deze wedstrijd. Met name zo vlak voor het einde van die 90 minuten was het die goede aanval en het eigen doelpunt. En toen werd dat 4-4. Laten we hopen dat het niet weer gebeurt. Bal is bij Thijssen. Schuift op naar Terry Butcher. Feyenoord kijk uit. Terry Butcher. Vrije trap Ipswich Town. Paul Mariner vastgehouden. Laatste minuut officiële speeltijd is ingegaan. En wat is Václav Jezek, de trainer van Feyenoord, nerveus. Vrije trap Muren. En dan was het bijna nog Osman die zijn voet daar tegen de bal kreeg. Of was het misschien Parkin. Deze Eric Gates is ook al teleurgesteld. Het was John Walk. En Feyenoord haalt opgelucht adem. Van Ettenkoven. Kijkend op zijn klok. Butcherkop. Spel gaat door. Bal bij Alan Brazil. Parkin. Van Til zit ertussen. Sliding Thijssen. Paas Osman. Mick Mills. Vrij veld voor Mick Mills. Die kan gaan schieten. Doet dat ook. Mills. Corner voor Ipswich Town. Nee, geen corner. Iemand van Ipswich Town heeft die bal aangeraakt. Terwijl alle ogen gericht zijn op Henk van Ettenkoven, de scheidsrechter. Die van iedereen in Rotterdam best mag gaan affluiten nu. Notte. Peterson. Wat een lucht heeft die man. Arnold Muren. En René Notte weer. En dit is duidelijk typerend voor de vermoeidheid. Notte die bal zomaar verliest aan Muren. Walk is in balbezit en paast. En dan is het eindelijk tijd. Feyenoord is binnen.
wint voor de tweede maal het eigen toernooi met 5-4 van Ipswich Town. En op het laatste moment nog een winnaar Feyenoord. Een schitterende overwinning. En een goed einde van een emotioneel avondje voetbal in de Kuip. En laten we hopen dat dit een juiste aftekening is van datgene wat ons de komende weken en maanden staat te wachten. De Vaderlandse competitie en het Europa Cup voetbal. Wij zijn er weer volgende week donderdag, dames en heren, met onze wekelijkse uitzending in de buurt van 11:15. In ieder geval direct na Televisie en Magazine. Dames en heren, goedenavond.